neppe Cobra 6. Want zoals je ziet kun je er helemaal doorheen kijken en alles. Dit is een template foto die ik online heb gevonden. En daar heb ik een kartonnen rolletje van gemaakt. Waar ik zo nog een klein lintje in ga doen. Want wij gaan vandaag de Cobra 6 brengen. Dit gaat helemaal foutenboel worden. Ik ben zelf nooit van het vuurwerk geweest. En zoals jullie weten maak ik ook nooit vuurwerkcontent. Ik ben ook helemaal niet van plan om vuurwerkcontent te maken. Want letterlijk mijn hele kanaal wordt daarmee geblokkeerd. Als jullie ooit vragen om vuurwerkcontent. Eerlijk gezegd, ik durf het eigenlijk niet. Want het valt onder wapen, munitiehandel en je moet nooit dat... Meneer, I'm trying to make a video before I put this up in your ass. Ja, wel een mooie hoodie, zeg. Monsoe.nl. Ik ben een nacht in de cel geweest en ik wil het niet nog een keer doen. Het was echt een gedoe om een goede template foto te zoeken van een Cobra 6. Maar we hebben het uiteindelijk gevonden. Er komt hier zo'n lontje in. En dan gaan we even Romy goed daarmee laten schrikken. Dus laat zeker even een like achter en abonneer als jullie meer van dit soort dingen willen. Laat even in de comments achter wat voor meer pranks we moeten gaan doen. Maar voordat wij dat gaan doen, dames en heren. Kijk eens hier, holy tieten. Dit is de game setup van MonsterTube 2. Wow, dat ziet er even gaaf uit. Nitraatje erbij. Netjes. Maar dames en heren, kijk eens even. Ik ga jullie zo de PlayStation 5 laten zien. Die wij gaan giveawayen. Jullie horen het goed, die kan jij winnen. Ten eerste, we hebben een 4 terabyte opslag. We hebben een Intel Core i9, 14e generatie, de nieuwste Intel Core. Om natuurlijk 4K te kunnen editen voor jullie schrijvers. Kwaliteit. Ik wil de kwaliteit toch van de MonsterTube leren, ja. En dit baby girltje, wauw. Een 4080 GeForce RTX. Jongens, hier kun je gewoon een Boeing 747 mee laten opstijgen. Wat een beest, jongens. Dan hebben we hier het motherboard. En dan hebben we hier de nieuwe case. Zoals jullie weten, ik heb deze game PC ook zelf gemaakt. In 2018. Maar nou gaan we even real shit maken. Nou gaan we de dikste setup van heel Nederland maken. En dan ga ik nu heen. En natuurlijk nemen wij de PlayStation 5 daarvoor mee. Oh ja, en nog als laatste, we hebben nieuwe rugzakken op monsoe.nl. Nu ik er toevallig over praat, is kei handig om die dingen mee te vervoeren in de rugzak. Boom. Zo, kijk eens. En dan heb je een perfecte rugzak om alles mee te vervoeren. Oh ja, en natuurlijk niet te vergeten de neppe Cobra 6. Mei, die gaat er ook in. Hoor je nou ook zo'n rugzak? Ga dan zeker naar monsoe.nl. En dan gaan we nu echt vertrekken. Auw! Ik kan niet tegen mijn verliezen voor mij, dus let's go. Let's go en we hebben alles. God damn. Zo, alles is in de Monster Crypt gelukkig. Maar dames en heren, echt de ergste ergernis waar ik deze hele tijd mee zit. Oh my god, niks zit meer op het plafond. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alle ledstrips en dit was een karwei, dames en heren. Zijn er allemaal afgetiefd. Ik noem het maar even zo. En wat is de oorzaak natuurlijk? Helemaal dramatisch. Door de hitte. Door de hitte kan die lijm het natuurlijk niet meer uitstaan. Dus die gaan er allemaal uit. Die zakken dus allemaal af. Wees te drukken. Dus, wat is mijn oplossing? Oh my god. Oh, hier ligt die. Kan bijna in mijn oog. Maar maakt niet uit. Ik heb een ogen niet. Ja, ik heb hier ook een hele doos nietjes. Ik kon ook verwachten dat bij elke ledstrip, en er zijn niet eens action ledstrips, maar het zijn echt gewoon high quality ledstrips met veel lichtjaren, omdat het veel rond moet gaan. Want eigenlijk hoe ik het eruit wil laten zien is net zoals bij de intro, zoals je ziet mijn wolken. Ik wil er naar streven om een van de dikste setups te hebben van heel Nederland. Dus dat begint met de ledstrip hier helemaal en allemaal wolken hier neerzetten. Als je hier binnenkomt er gewoon een hele galaxy format. Dat is super nice, maar daar zit een partij werk in. Dus ja. Het is nu tijd om het lekker alleen te doen. Ik heb nou niemand die mij wil helpen. Want als dit klaar staat, kunnen wij beginnen aan het gameproject MonsterTube 2. Zoei! Boom! Ze zitten eindelijk. Holy tieten, maar... Bedankt, gast. Zonder monster had ze helpen. Een hamer erbij, zoals jullie zien. Wat is er nou het punt? Met die nietjes. Dit had ik vorige keer ook gedaan. Is van het plafond afgegaan. Helemaal troep. Helemaal shit, letterlijk. Als je met vrienden bent, is het alleen maar gieren, brullen, crossen. Kom je niks meer verder ook. Maar Monsterhead kwam met goede idee. We gaan van die clipjes erin zetten. Want ik dacht eerst, ja, ik heb ooit een wifi-kabel gelegd. En dan moest je ook van die clipjes in. Ja, dat was de enige optie die we hadden. Leuk had jij van die clipjes. Dus zoals jullie zien, de beste tuning. We hebben hier van die clipjes in. Met de spijker erin. En boom, ze zitten. Dan heb je ook geen gezeik dat het niet gaat plakken. Ik vind God nog nu. Mooi, niet? En dames en heren, we hebben nu de dikste modus ooit. Want deze ledstrip is super dik. Maar let op dit, hè. Abonneer op Offerdance. Ik wist het. Abonneer op Monster Tube. En nu alleen nog
dezelfde wolkjes erop. Alleen daar is het, dat is zo ontiegelijk veel werk. Maar minder werk dan dit. Die wolken kunnen wel met het niet-pistool. En dan klats, klats. En dan zitten ze. Kutje. Dit is zo vet. Dadelijk komt er een stukje waar die echt gewoon goed synchroniseert. Hoho! Oké, Romy is momenteel thuis aangekomen. Dat betekent cobra's en spring. Hey baby girl! Nee. Oh, en kijk eens wat ze heeft meegenomen. Een heerlijke double whopper, joh. Een dik whopperie, man. Zo, jij wilt nog ginger-achtig zijn. Of jij wilt nog meer ginger zijn met je tijgerprint. Oh, ik denk ze gaat voelen. De scots. Smells like diarrhea. Oh. Afblijven met je tangels van die poedersuikers. Mijn oliebol. Heb je één happen dan terug? Hè? Nee, dat is Floris. Dat heb ik niet gedaan. Dat is Floris. Echt goed. Ik heb hem side-eye genoemd. Oh, dames en heren. Chicken McNuggets. Chili chicken erbij. Oliebollen erbij. Ik denk eigenlijk dat ik een nieuwe aorta moet aanschaffen. Dat is niet normaal. Ik ben nou dus 30 dagen lang volhouden elke dag te gymmen. Komt video over. Het is 30 dagen lang. Dus elke ochtend gymmen, 7 uur opstaan. Mindset to the max. Ik hou me dan niet aan voeden. Dus dat is één ding. Ik ga wel van roken met eten. Want ik heb gewoon honger. En net zoals een oliebol ga ik ook straks om 12 uur 's nachts nog even vreten. Super slecht. Maar ik ga wel keihard gym. Keihard voor die grind, voor die dikke pom. En dan kan ik eigenlijk zien over 30 dagen hoe dan is hoe het verandert met eten of niet, zeg maar. Eten is voor mij nog te moeilijk. Mentaal. Ik kan psychisch mentaal niet meer aan. Kapsalon, dat blijft mij aorta vervetter. Dus die moet ik nog erin houden. Dus ja, steeds leuker dan. Doei. Meneer vreet het op. Alsof hij een hele plank aan het snuiven is. Ja. Sommige oliebollen zijn goed, maar sommige ook verschillen. Hè? Weet je wat je ook moet doen? Dan moet je bij 10 verschillende oliebolkraam een oliebol halen. En dan ga je oliebollen raten. Welke oliebol lekker is en welke niet. En dan op schaal van 1 tot 10. Krijg de mental error. Dat is best wel leuk. Even een side eye. Hoe doet ze side-eye? Onze kots wordt mooi vers bereid. Willen jullie dat Monster Mama een keer op beeld komt? Laat dan weten in de comments en laat een like achter. Punt is, Monster Mama wil niet op beeld. En hij heeft een bepaalde reden. Kan ik jullie ooit een keer uitleggen, maar... Sorry, grap. Hey, Monster Dad. Ik wil jou al een hele tijd leren om Call of Duty te spelen, ja? Ja, dat is keihard. Dus jij gaat nou met de 70 inch tv die je hebt gekocht. Waar je gewoon als je porno op kijkt en zo moet kijken. Gaan we jou even Call of Duty leren. Maar wel met een echt geweer. Zoals bij de Wii vroeger. Je tennis moet je echt zo doen. Ja. Dat was zo cracked, jongen. Wii was echt geweldig, jongen, de Wii. Ik had Wii, Mario Galaxy, Mario Super Mario Galaxy 2 had ik No Life. En Super Mario Bros. Wii had ik helemaal dood gemaakt, jongen. Niet normaal. Ik en Romy waren bezig met gisteren Wii te halen, hè, hier in de buurt. En ik moet daar ook een Wii installeren. Ja, dat gaan we doen. Dat is nog best duur, een Wii, hè. Zijn die nog te krijgen? Ja, heel veel op Marktplaats. Maar ze ligt hier gewoon op haar wijze. Dat is nog best duur, hè? Ik mag het niet met nieuw uitgeven, dat is een oud systeem. Ja. Maar kun je die ook op die tv aansluiten? Zeker. Oh, kijk eens, heb je diarrhea's en kots. Heerlijk. Romy, echt shout naar jou. Ik eet nog mijn verzadigde vetten op. Jij staat echt als een man, jongen. Maar sta eens hoe jij altijd staat. Nu is aan de zijkant. Dit is hoe Romy altijd staat. Echt als een kerel, jongen. Oh. Dat was een side-eye, zag je? The next day. Nou, laat eens even kijken wat jij van AliExpress hebt gekocht. Monstertube. Ja, dat is niet van AliExpress. Niet van AliExpress. Dat is van een Nederlands goedbedrijf. Monstertube.nl. Doei. En dit is van AliExpress. Ja, deze is goed. Ja. Deze kloot dingen. Dat zijn op Sola. Ja, kijk naar buiten. Toch misschien niet bij van niet voor regenachtige landen. Ja, deze zijn wel leuk. Dat is die op een zonne-energie, zeg maar. Ja, doe niks. Daar ligt ze, maar ze gaat niet iets aan. Deze weer wel. Loris, stop het. Wow. Kerstverlichting. Is wel leuk. Die is wel leuk, ja. Kinky. Pet. Eerste keer dat je hem van AliExpress hebt gekocht, hè? Ja, nou, de laatste keer. En ik heb, zoals jullie hier zien... Wow. Wow, mijn cameralens. Condens. Die neem ik. Nee. Ik heb lasagne. Waar denk je altijd aan als je lasagne eet? Garfield. Ja, Garfield. Standaard Garfield. Ik grip naar Garfield. Ik mis Garfield. Ja, Garfield de kat. Nee, onze kat eet de Garfield. Steeds zo raar. Wij kwamen terug van vakantie, was het? Ja. Nog steeds zo raar. Ineens was die weg. Ik denk of gestolen of meegenomen, maar we zien hem echt nooit meer. Het was echt een hele mooie kat. Het is een ginger kat, was het ook. En we hebben, zoals jullie zien, heerlijke oliebollen. Hier, leefkom. Nou, welkom to obesitas. Oké, dames en heren. Zoals jullie zien, Call of Duty Modern Warfare 2. Ik spaar elk jaar de nieuwste Call of Duty. Echt vanaf Call of Duty 1 tot de nieuwste Call of Duty heb ik allemaal. Ik ben Call of Duty fan. Mijn moeder komt nog steeds uit de Bosnische Burgeroorlog. Dus ik krijg elk jaar Vietnam flashbacks. Maar zoals jullie zien, ik gisteren dus Call of Duty spelen. Moet die blijkbaar een update hebben van weer 10 jaar. Copying game file. Vroeger was het gewoon CD in de PlayStation en boom, je kon spelen. Maar nou gaan we eens even kijken of die het doet. Voor het eerst. Oh, wat ziek. Call of Duty. Ik vind de Call of Duty niet meer zo. Black Ops 2 was echt mijn game vroeger. Maar kijk of die het doet.
Ah, dat meen je niet. 1,3 gigabyte available space. Ik moet maar 1,3 gigabyte nog hebben. Wat een Piet Jangbal. Kan weer niet spelen. Ik verkoop mijn PlayStation. Ik ga wel een PlayStation 5 giveaway. Dus Monstersoep 2. Abonneer zeker op het kanaal. En dan ga ik tijdens livestream PlayStation 5 giveaway. Dus stay tuned voor dat. Dit is weer Romy geweest. Het is een up gedownload op de PlayStation. Miraculous. Oh ja, en Hogwarts Legacy. Doe maar een complete Harry Potter game. Ik heb ook best veel games geïnstalleerd. Titanfall 2. Dat was echt mijn all-time favoriete game. Titanfall 2. En we Fortnite. Ja, Fortnite moet gewoon. En dan Alien Isolation. Dit horrorspel. Oh, dat heb ik vroeger no-life. Hebben we Rainbow Six Siege. Horizon Forbidden West. Dat is soort GTA, maar dan in een oerwoud met allemaal robots. Harry Potter en Up. Ik weet niet of er Pyang wat is. Oh yeah, baby. Boom. Skibbidi boom. We zijn zombies aan het spelen. Met een croissant. Met een controller. Ik kom er nu achter dat Modern Warfare 3. De lobbymuziek is van Black Ops 2. De zombie menu. Heel apart. Ja, het klinkt hetzelfde. Call of Duty is altijd zo verwarrend. Dan hebben ze Call of Duty 4 Modern Warfare. Dan hebben ze Call of Duty Modern Warfare 2 uit volgens mij 2010. Dan hebben ze weer een Call of Duty Modern Warfare 2 uit 2020. Uit 2022 volgens mij. Nu hebben ze weer een Modern Warfare 3 uit 2023. Terwijl er ook een Call of Duty Modern Warfare 3 uit 2009 of zo heet. Ik snap de hele Call of Duty niet meer. En dan hebben ze nu Call of Duty Black Ops. Boom, kijk eens aan, we gaan beginnen. Dikke tuning, we gaan beginnen, jongen. Skibbidi boobie. Oh, ik moet even bewegen. Boom, we zijn aangekomen bij de rode dakduik. Wat nou? Jij bent altijd boos in mijn video's. Romy, where are you? I can't find Romy anymore. Jij hebt een grote neus. Je hebt een gebroken scheve neus. Neus is niet scheef. Is hij wel. Is hij niet. Jouw neus is groot. Je hebt haar op je neus. Ja joh, ik heb geen haar op mijn neus. Wel. Ach joh, je bent toch onvindbaar nou. Nou, dat deed pijn zeg. Nog een keer? Ja. Yeah. Oh. Mag ik één keertje zo doen? Nee, dan ga ik Eén keertje, dan stop ik, dan stop ik, dan stop ik. Alleen je voorhoofd. Nee, juist niet. Eén keertje. En dan ga ik je bingen. Oh, doorgang, dus niet. Maar dat is niet leuk. Nee, maar ik vind jou gewoon grappig. Je glinstert gewoon als glow in the dark. Stop het. Je gaat niet mee naar een car meeting. Nou. Nee. Wil je eerst maar eens fatsoenlijk rijden? I try you. Waar is de helmet? You don't need a helmet. It's own pro. Eigen trein. Het ding van vandaag is, we gaan weer Romy even leren supermotor rijden. Dus pas op. Ho, gaat fout. Zon weer net weg. Oké, okay, first try. Oké, okay, let's go. Kom je aan de grond, joh. Oké, okay, je weet wat je moet doen, hè. Was dit? Goed zo. Indrukken. Klik. Eén is omlaag, rest is omhoog, hè. Ja. I'm saying. Oh, shit. Oké. Okay. Naar de twee, naar de twee. Zit je in de twee? In de één. Klik maar in de één. Ah, dat gaat zo fout. Dat gaat best goed, eigenlijk. Oh, daar gaat ze, daar gaat ze. In de één klikken. Koppeling in de één. Oh, man, hoor. Oké, nu ga je harder rijden in één keer in de twee. Nee, klik maar. Het lukt er wel, moet ik zeggen. En we hebben ook off-vlog heel veel getraind. Dus als dat kind op de bek gaat, dan is lachen. Net zoals ik op de bek ga. Oh, zo! Je hebt een natte kont, ja. Goeie natte vlek op de kont. Oké, het is tijd om wheelies te gaan leren, ja? Nee. We gaan er wel een video over maken. Gewoon wheelies dicht. Ja, doe maar zo. Deze ingedrukt, hou. Wauw. Ik heb een natte kont, ik heb kant. Als je een natte kont hebt. Waar zie jij een kont? Sorry, een grapje. Oké, het is leuk vandaag met de grapjes geweest. Het is tijd om nu naar de sluis te gaan. Gaat in de 1 rijden, ik ga daar staan. En je gaat gelijk koppeling in, bam, naar de 2. En dan koppeling los, ja? Dus je doet zo, koppeling in, klik, koppeling los, gelijk. En dan gas blijven geven. Of in de 1, boop, gas los, koppeling, klik, koppeling los, bom. Ja, dat is moeilijk die volgorde, maar let's go. Kom maar, start maar. Pas op die uitlaat, die schoen. Goed zo, zo doe je dat. Met je hand. Dan met je hand kicken. Pas op. Gas, lukt ze echt wel goed hoor, complimenten. Nou, niet zo stoer doen. Nee, in de 1 eerst. Oh. Oké, nou start je maar gewoon. Ja, je krijgt hem niet in neutraal. Het is in de 2 al waarschijnlijk. Start hem maar dan moet je de koppeling nou inhouden, omdat je in de 1 start. Ja, klik in de 1, niet naar de 2, in de 1. Goed zo. Hij stond in neutraal blijkbaar. Kom, nou gewoon rijden. Gelijk naar de 2, kom, gas los. En door, door. Ja, let's go. Let's go. En het is tijd om de Thomas te pakken. Of hoe Romy je het noemt, de... Noem jij dit ding? Nee. Thomas. Ja, die om een stuk te rijden? Wat een vlinder, joh. Vrouw is bezig met een vlinder vangen. Ik die te veel New Kids heb gekeken. Wat? Ik ken hem simmer als een boom. Ik ben een bloem, ja. Ga ik hem eens even pakken voor je. Ik ga het een beetje lief doen. Doe je niet zo geven. Deze leuke als jou. Pak hem gewoon. Niet doen. Ja, wat doe je nou? Nou is hij... Heb ik allemaal van dat poeder? Dat had je al. Dit is gewoon verkeer. Nee. Dit is poeder. Kijk, dat is van die vlinder. Dan. Verf. Dit ja, is verf. Dit is poeder. Die vlinder zit daar op snuif. Vlinders kunnen goed snuiven. Oké, mevrouw heeft de boksenhelm op. En ze gaat op Thomas rijden. Romy het noemt. Thomas. Is het gewoon een plaat op? Hier, tuning. Kom op, kikken die handen op. Thomas blijft altijd het gewoon een goed startend ding, hè? I came. I saw. I conquered. One eternity later. Oké, dames en heren, Romy kan elk moment komen. Zoals jullie hier zien, ik heb hier een lint. En ik heb hier een neppe Cobra 6. Gaan we even tuning doen, plakband, aansteeklont, Cobra 6.
What can go wrong? Yo! Wat heb je gevonden dan? Lego. Maar wat vind je er nou van? Jij vindt het helemaal niet mooi, anders had je wel gezegd, maar ik vind het zo mooi. Zeker. Sir, what you doing? Dit is mijn kogelballenmachine. Ik dacht dat het werkt. Ik hoor voor de vlog dat jij een keer vuurwerk als. Dat heb ik wel eens gedaan. Wat dan? Een sterretje. Weet je wat er is? Bam! Maar ik wil, kom, één keer afsteken, ja? Nee. Gaat toch niet aan, jongen? Ik ben toch niet zo'n randebiel dat... Ik ben toch niet zo'n randebiel dat ik dit ga aansteken? Ik zit bij de baan. Oh, wow! Oh, door en schiet dus op die tas. Niet in de fik. Nee, jongen, die schiet niet in de flik. Maar dat is niet goed hier. Oh, die schiet echt in de fik. Maar dames en heren, dan komen we bij het leukste cadeau aan. En dat is... Ja, ja, kijk eens aan. Ik heb een Wii weer gekocht, jongens. Een Wii. Jullie horen het goed. Mijn ouders hebben die Wii maar gewoon weggedaan en iemand anders gegeven gratis. En ik mis de Wii nog steeds. Puur dat ik de Wii wou halen is puur voor dit spel. Nieuw Super Mario Bros. Wii. Mario Kart ook natuurlijk, maar dit spel heb ik genoliked. Kijk even dit. Dit ding heeft niet eens meer een HDMI ingang. Komt volgens mij ook weer 2008 of 2009, maar jongens, dit is zo nostalgisch. Zo, doen we rood in rood. Doen we wit in wit. En geel in geel. Hatsflats. Dan pakken we mijn OG game erbij. Mario Kart komt zo. Super Mario! Oh my god, dit is onwerkelijk, gast. Oh, ik vond dit altijd zo'n vibe, dit kanaal hier. Deze. Me Channel. Oh jongens, ik ken alles. Kom op, kom op. Yes! Zo! Mario Brothers. Wee! Oh, ik kon hier echt om huilen, dat was niet normaal. Als jullie je afvragen wat voor spel ik allemaal heb, ja, dit is het eigenlijk allemaal. Die play is ook legend met die tank. Wauw. Dit is de Ford Raptor. Oh, maar dit is het beste. En die ook. Maar dames en heren, dan is het eigenlijk nu tijd voor een verrassing. Want mijn ouders hebben momenteel straks zo'n verrassing. Ik weet niet wat we gaan doen. Waarschijnlijk gaan we naar een Carol Club, ik weet het niet. Ik wil het niet vertellen, maar dat geeft mij nooit een goed gevoel. Want mijn moeder gaat ook mee en dan betekent dat we iets Carol-achtig gaan doen. Dames en heren, Dean komt nu momenteel met zijn vriendin. Ik ga de camera echt stiekem neerzetten en dan gaan we de koken. Gaat 6 prank doen, let's go. Check there, wat kan er verlichting? Oh. Oh, dit vind ik leuk! Living room on. Ga je aansteken? Living room off. Hey, kijk hier! Boom! Prankers mislukt. Hoe zag je zo snel dat het nep was? Stand. Ja, dat is echt een pyro, wat jullie zeggen. Dat is een pyro kennen. Weet je wat een Cobra 6 is? Nee, 12 hem. Zoei, er is geen klok, maar wel een ginger. Moet dit mannenkleding voorstellen of? Grapje. Very beautiful, very beautiful. Dat ben ik ook. Ja, prachtig. Ogen blinken eruit, 4K mijn ogen programmeer. Staat dit mooi? Nee, staat niet mooi. Staat dit mooi? Ja, staat wel mooi. Hey, hou niet van jou. Echt, als jij een jongen was, jongen, je was zo lomp. Ga eens modeshow lopen. Dus even lapdance. Kom, jalla jalla. Kom even. Wat is er gaande? Ik ben gewoon rustig aan het editen. Je moet je omkleden. Iedereen staat boven jij. Zou je misschien het kaartje weer het raam laten? Wat een kaartje? Ik laat het kaartje eraan. Maar wat gaan wij doen? Ik en jouw moeder hebben je kleren al klaargelegd. Kom. Onze dad heeft een surprise dingetje. Je hebt een poepvlek op je kin. Je komt er, ja. Ik krijg HIV. Oh, stepsister. Are you taking me? Stepsister, I'm stuck. Ik wil niet meer. Ik wil gamen met de boys. Fortnite. Moet ik er netjes uitzien? Ja, ik heb een kom maar. Ik ben mijn moeder. Stepsister? Oh? Nee, ik ga dit niet aandoen. Nee. Mam, je kan mij niet dit aan laten doen. Ik ga geen blouse aandoen. Waarom mag ik niet gewoon zo? Dan krijg je te warm. Jij weet wat we gaan doen. Kom me dan, schat. Oké, maar ik even privé. Stepsister, jij ook. Moeder valt van de trap af. Oké, hold my beer. Pas maar wat, kom, ik vind het echt niet leuk. Wil me? Hey, ik geef jou de camera om in je kont te stoppen. Lekker. Shit happens. Ik ben omgekleed. Wat lach je nou? Nou, moeders reactie. Mooi schat. You stealing! Ik ook. En, oh, ik zo lekker. Hij gaat nog een koekje. Mensen vinden het niet zo leuk als ik een camera ga filmen. Dat moment wanneer iedereen op vakantie gaat, iemand derde wereldoorlog thuis. Lukt het? Ik ben mijn jas kwijt. Ik ben klaar! Nou, de auto's aan door. Ga je de Audi eruit? Kom. Om 8 uur begint het. 6 uur, 7 uur, 8 uur. Dus in Tiel. Een deel! Zeg maar 48 minuten, dus een uur rijden, zeg maar. Dan kunnen we eerst even naar de Molenstraat lekker eten. Nou, dames en heren, we gaan richting een verrassing toe in Tiel. Dat is alles wat ik weet. Ik moet er net, waarom moet ik er netjes uitzien? Je moet er gewoon altijd netjes uitzien. Ja, maar zo ben ik niet. Gaan we naar de McDonald's in Tiel? Is dat een verrassing? Daarom zien we er zo netjes uit. Ah, naar de McDonald's. Jullie hebben hoge hakken, allemaal in het beste mens. Onze zoon, Monstertube, krijgt altijd de schuld. Waarom? Die vraag stel ik openbaar aan je. Graag in de comments achterlaten waarom wij als ouders hem altijd de schuld geven. Hey, ben je? Hele scan. Al het slechte heb jij van Romy, terwijl Romy zo'n lief meisje. Lief? You call her lief? Moet ik rechts of rechtdoor? Of zwijgrijden? Zwijgrijden. Dat zou mooi zijn, als je hier de snelweg op rijdt. Nee, jij moet aan. Nee, het spullen de baan uit. En hier de... Oké, okay, oh! Ja.
We're going into the parkeergarage. We're going into the parkeergarage. We racen de garage in. Perfect Engels. English. Engels. Mensen, ik heb alles uitgeprint. Ik kom met zo'n pakket. Waarom ben je zo outdated nog? Niks. Okay. En dan kom ik dadelijk daar aan en dan is de telefoon leeg. Nou, ik heb een meet and greet met Monster Story hier. Ja, maar dit is Monster. Ken je het? Nee, die ken ik niet. But tell me, sir, what we gonna do? Tell me what we gonna do. Voor zich, Karen, stepsister. Nou, kokkers van het goede leven. We're going. Nou, dames en heren, mijn outfit. Zoals je ziet, een mooie, hoe heet het? Pantalon. Pantalon. Een riem die het niet eens goed. Riem die niet eens een normaal gat heeft. Hou er gewoon zo als een heerlijke boer. En dat is mijn outfit voor today. En dan komt die North Face gas toch ook. Ik wil er niet meer gaan. Misschien heb je wel genoeg make-up op je hoofd. Ik zie jou bijna niet eens meer. Skimmy die boek bij. Casino. Ja, we gaan naar een casino. Vaders be light die de trap opkomen. Jurassic Park. Echt Jurassic Park dit, joh. En gewoon een T-Rex. Gast, vertel mij eens. Ik heb mijn poepen moeten afknijpen om... Toch, dat doet er eens rust. Maar zeg nou eens wat we doen. Het is echt niet leuk, dit. Jij weet het helemaal wel, snitsluis. Je hebt één grote snitsluis, het hele leven al geweest. Papa, gaan we het horen doen? We gaan eerst even een goede sushi nemen. Dat ligt hier helemaal open. Dikke crossbaan hier. Mooi net pakken, Monster Dad. Met de volle laarzen door de... Mooie bladder. Komen die kippen aan. Zijn we in een restaurant beland. Helemaal mee. Ik heb een pannenkoek met zalm. Blijkbaar is dit een pannenkoekrestaurant. En de ober zei net van, wat wil je drinken? Dus ik zei, Ik wil er iets verder bestellen. Ik zei het wel eens lasagjes. Sketched in 4K, step 6. Dus we record in 4K. Ik neem pannenkoek spaghetti. Dan wil je wel pizza pannenkoeken. Ik neem een pannenkoek andijvenstamp op. Ik neem een pannenkoek kapsel. Maak je nou ook een foto als het weer eruit komt, hè? Of dat niet, hè? Mensen die ook weer foto moeten maken van één. Plog het ook al. Smakelijk eten. Maar je bent ook een foto voor TikTok. Nee. Romy, Monster is foto van TikTok aan. Voor TikTok. Natuurlijk. Gaat hij een reel van maken voor TikTok. Van een meme. Ik heb pizza carpaccio, maar die smaakcombinatie, dat klopt niet echt. Hoeft lekker, maar het smaakt me helemaal niet aan. Ik heb eten en daar ben ik blij. We zijn eindelijk de restaurant uit en ik weet nog steeds niet waar we heen gaan. Jouw neus is zo groot als de Eiffeltoren. Ja, 1 minuut, 100 meter. Is deze koepel, die tiet? Hier moeten we zijn, man. Wat de f*** is dit? De Audi RS6 of A6. Loop eens door, jongen. Vader. Oh, dat is een A6, lijp. Oh, wat is dit nou weer? Mama... Pak dit pad in plaats van daar. En route. Wat is dit nou weer? We zijn een uur bezig geweest om een parkeerplek te zoeken. Hier, ik kom hier met auto. Is dit een bioscoopfilm of een theater? Theater. Gaan we nou... Oh, je hebt een telefoonscanner. Wow. Oh my god. Meneer duurt weer tervens lang. Echt, heeft hij geen A4? Kan hij nog niet scannen nou? Bro, kun jij iets? Kan hij weer niet scannen? Dit fietsbestand kan... Help je vader, dat is niet te veel. Gaan we nu naar Mamma Mia theatershow. Ja. Daar heb ik gamen met de boys voor op moeten zetten. Daar heb jij gamen voor de boys moeten opzetten. Yo. Leuk, jongen. We zijn hier echt in een hol met Karens beland. Ja, dus. Kijk dit dan hiervoor. Ja, echt een hol van Karens beland, zie je dan niet? Zeg eerlijk. Oh my god, kort pittig kapsel achter je. Ja, dat is wel leuk. Is Monster Dad daar nog steeds bezig met zijn fucking A4? A6 papier. Monster Dad, ik zie hier letterlijk geen één man tussen zitten. Is er allemaal man die voor mee moet. En waarom word ik hiermee ingesleurd dan? Kun je niet, joh. Zij heeft het georganiseerd. Zij is mijn stepsister. Zij heeft dit georganiseerd, niet. Zij is mijn stepsister. Nee. Meneer pakt een hele schaal met koekje. Zo te grof voor dit land, jongen. Proost. Zo, hey. Kijk eens aan. Wat zo, dit is groot. Jeetje. Nee. Dit is een hele koepel hier. Ik ga Thijs die voorstellen, ga ik zeggen monster.nl. Show begint nou al en ik irriteer me nou al een kerk. Ik deed net wat ik laat doen straks. Ik ga straks een film. Ik was dus op het begin, ik kwam de camera niet eens aan of iets. Maar dat was gelijk een keer. Je mag hier niet video graveren. Zeg, zeg hem toch niet aan? Nee, ik zie jou mee in de camera. Prima, ik zag maar niks. Daarna was in de voorstelling ook nog een voorstukje van een voice-over. Graag liever uw toestellen op stilstand en niet filmen. Keek ze mij zo aanschakelijk boven. Oh, ik had het op haar. Nou, Karen, eerste klap. Mijn dames en heren, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker op met de Monster Gang. Dat zeg ik super waarderen. Grab some merch, monster.nl. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye. Ik ga dit Karen Hok hier uit. Doei.